Welkom oh mensen, toch weer deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999. En we gaan vandaag napraten. Ik doe het na de wedstrijd met jullie, gaan het pas uh, maandag zien om een uur of 12. Napraten over de wedstrijd. feyenoord sparta We hebben begonnen met 2-0. Eindelijk weer het fijne score uit de strafschop. Ik vond het wel een beetje, ja, wat zou het gaan worden? Want aan de eerste minuten kwamen er, kwam er al bestuurs van Pachau en zijn rookie. Ik dacht van, oh nee. We gaan op dezelfde voet verder als vorige keer: dat de spelers geblesseerd raken. Nu trouwen langer langere tijd uit. Bijlor ligt natuurlijk langere tijd uit. Jiménez hebben lichte blessuren. Vandaar dat Ueda speelde. Totaal niet gezien. Maar wel mooi dat Hinesco, een totaal uiteindelijk de strafschop binnenschiet. Wat andere Feyenoorders tot nu toe nooit lukte Lukt hem wel. En zo wint Feyenoord vijand met nog door een go goede voorzet van ivanovic te invallen. Opgetruid naar aanvoeren. En die maakte 2-0 van. En zo wint naar deze wedstrijd. Hebben een goed gevoel naar de wedstrijd tegen Aas Roma. Aankomende week. Deze week. Woensdag, donderdag. Ik ben even de dag kwijt. Volgens mij was het donderdag. Ja, aan mijn hoofd hoor. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval de thuiswedstrijd. Eerst thuis tegen Aas Roma. Die moet natuurlijk goed zien af te sluiten. Um, Mourinho staat daar in training meer. Dat is al een positief punt. Maar we gaan het zien. Europa League-wedstrijden tegen League de want uit en thuis spelen we tegen hun. En ja, wat kan ik nog meer zeggen? Helaas uh, heeft PSV gewonnen met 5-1, maar gelukkig heeft Ajax verloren met 3-2 van Ereveen. Dat zag ik voorbij komen. Utrecht gewonnen met 4-0 van Fortuna. En ja, zo het was alsof. voor ons weer een goed Eredivisie-weekend met een 2-0-overwinning tegen Sparta. En zo gaan we dus door met het goed gevoel, hopelijk, naar de wedstrijd tegen Aastrona. We gaan zien wat dat ons gaat brengen. Ik ga nu in ieder geval nog even de video opnemen, de career mode voor, morgen, voor vandaag. Jullie hebben die al gezien ondertussen, maar ik moet er nog inspreken. En dan ga ik ook uh, pitten, want ik moet morgen weer werken natuurlijk. Dus zeg, gaat even kijken naar deze video. En uh, mijn man van de wedstrijd is dan ook wel um, Hansco. Eigenlijk waren we alle verdedigers goed bezig. Alle, ja, Gertruiden, Hansco, de verdedigers waren goed bezig. Je hebt ze niet echt gezien, maar Gertruiden, Hansco. Hele goed wedstrijd. Wie van jullie de man van de wedstrijd? Laat die onder weten in de reacties. Zeg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende wedstrijd na aflevering. En dan zegt zoals Peter Houtman altijd zegt: Doei! doei.